Yo, je kijkt naar Kortom en in deze video neem ik jou mee naar de 10 meest ongemakkelijke momenten uit mijn serie Schooltour ooit. Met Schooltour kom ik in best wel ongemakkelijke situaties terecht die dan soms nog ongemakkelijker worden dan ze al waren. Dus pak er iets van eten bij, doe maar snoep dit keer en geniet terwijl we samen aftellen van 10 naar 1. Tja, en abonneer op mijn kanaal, want de helft van jullie is dat nog niet. Laten we starten. Op 10 staat de jongen die me in alle spanning laat afwachten omdat hij klaar staat met een hele goede rap over Fabiola. Hij gaat Fabiola distracken. Oké, Fabiola, wat je doet is niet goed. Gucci gang maakt jou onder invloed. Je stinkt uit je reet, want je bent een scheet. Die shit is niet goed, want je moet behandeld worden onder spoed. Je loopt in de base quit, je showt je billen, maar die zijn wit. Je bent niet lid. Je voelt je rich, maar je bent een bitch. Zeker speel je nog op die Nintendo Switch. Ik speel ook op een Nintendo Switch, man. Ja, maar ze heeft geen gat voor PlayStation Pro. Dan komen we aan bij 9. Dit meisje is top, want ze keek naar mijn video's. Alleen toen... Nou ja, kijk maar gewoon. Kijk, je video vind ik echt leuk. Ja, ik vind het leuk. Echt super leuk. Ik word er zelfs een beetje rood van, bijna net zo rood als jouw haar. Oké. Maar ik ben hier vandaag om te vragen, wat is huts? Je kan het, denk ik gewoon... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je het gewoon voor meerdere dingen kan gebruiken. Gewoon. Als je denkt van, I let go, weet je wel. Ja. Van, I huts. Ja. I huts en niffel. Wanneer heb je voor het laatst gehutst? Jij eerst. Gisteren nog. Er zijn vast veel jongens die je wel leuk vinden. Ja hoor. Ja. Nou goed. Weinig dingen zijn zo ongemakkelijk als mensen die zichzelf te knap vinden. Dus bij 8, een jongen die zich misschien maar direct moet gaan opgeven voor Temptation Island. Jij wil zo graag op beeld. Wat ga jij brengen in deze aflevering? Wat ga ik brengen in deze aflevering? Nou, ik denk dat ik heel leuk ben om naar te kijken, sowieso. Al zeg ik het zelf. Weet je wat ik jou als die doen? Nou. Meedoen aan Temptation Island voor de clout. Nou, ik zou het niet doen voor de clout, maar wel gewoon om te kijken, weet je. Het lijkt op een auditie van Temptation, dit. Ja. Kun je even zo'n Temptation... Zo toch, altijd? We zullen het voor je doorsturen naar RTL. Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden. Wij het in ieder geval niet uit te zenden. Oh, dat vind ik nou jammer. Dan 7. Ik vond het broertje van niemand minder dan Ed Sheeran in Horen. Alleen wel een beetje jammer dat hij de lyrics niet kende. Hoi. Hey, man. Alles goed? Ja, zeker. Vind ik het, ja. Nice, man. When my legs don't feel like they used to before. Ik ken die liedje niet, man. Dat is jouw nummer, toch? Cause honey, you so never grow. All it's ever been. Ja, nee, sorry man. Bij nummer 6 gaat het iets over paarden in frikandellen of frikandelpaarden of andersom. Is het nou eigenlijk frikandel of frikadel? Laat het weten in de comments. Wat vind je ervan dat ook, zeg maar, frikandellen in paard zit? Ja, ik eet ook gewoon frikandellen. Ik bedoel andersom. Huh? Ik zei paard... Yeah. Dan nummer 5. Ik krijg een onverwachte rugmassage van een omstander, wat al best ongemakkelijk is, maar dan wordt het opeens nog eens 10 keer zo ongemakkelijk. Kijk maar gewoon. Mijn assistent geeft even een jas. Ja. Nice, ik wil ook een assistent. Rugmassage. Ja, man. Lekker man. Nice. Ze heeft die van mij geleerd. Dus. Echt? Doe je dat de hele dag bij elkaar? Ja man. Gadverdamme man. Dat is goed, hè? Doe nog eens hier. Vind je het lekker, hè? Nummer 4. Een jongen aan de Valentijn zien te helpen in deze moeilijke tijden. Maar dan opeens wil hij geen meisjes. Ik snap er niks van. Het was de Valentijn. Hoi. Ik ben Thomas. Ja? Wie ben jij? Ik ben Abrajit. Nice, mooie naam. Het is vandaag Valentijn. Ja, toch. Heb jij een Valentijn? Nee. Zal ik jou helpen om een Valentijn te vinden? Nee. Het is een appelsgroen. Nee, dat is een appelsrood. Sommige appels zijn groen. Nee, die zijn te zuur. Nou, groene appels zijn te zuur. Nee. Gele of groene kiwis? Groene. Waarom? Want die zijn toch veel zuurder dan de gele? Ja, ik vind de gele kiwis te zoet. Wow. Wel kieskeurig, hè? Kijk, daar! Op 3 uur. Er komen 4 meisjes aanlopen. En 1 daarvan gaan wij voor jou fixen. Maar ik wil geen meisjes. Jongens. Nee. Hey dames. Jullie kijken naar All You Need Is Kortom. En we zoeken een Valentijn voor deze jonge man hier. Nee, dankjewel. Kom dan. En dan de top 3. Op 3 staat niemand minder dan buurman en buurman. Deze 2 jongens kwam ik tegen in Den Haag en ik vroeg ze wat ze zouden doen als ze een dag lang het lichaam van een meisje zouden hebben. Ze gaven het meest onverwachte antwoord. Buurman en buurman. Ja, dat klopt. Wat zeg je dan? Hallo. Hi.
Hi. Wat zou je doen als je één dag een meisje was? Niet in de buurt van jongens gaan. Ik zou gewoon ballen hoor. Met iedereen. Maar dat is me. En dan heb je borstjes. Wat zou ik daarmee moeten? Wat zou je daarmee kunnen doen? Als ik een kind zou willen, zou ik borstvoeding geven. Maar dat zou ik niet willen. De keuze tussen 1 en 2 was lastig, maar op 2 staat een moment in Rotterdam... waarbij ik 2 mensen die op straat liepen random aan elkaar probeerde te koppelen. Alleen wist ik nog niet dat het zo ongemakkelijk zou worden. Ik hoor net dat ik deze jongen mag helpen met het fixen van een Valentijn. Ja, mag. Zij ook. Zijn jullie allemaal nog single? Nee, zij. Ik niet. Zij. Nou, volgens mij zijn ze allemaal single, dus kies maar uit. De vierde. Hij zegt degene in het midden. Dus als jullie met elkaar op date willen, dan wil ik wel aanbieden om jullie bioscoopkaartjes te kopen. Wat zei je? Hoeft niet hoor. Nee, hoeft niet. Jij hoeft in één keer ook niet meer? Nee. Ja, zullen we verder zoeken anders? Ja, oké, is goed. Hij zoekt een Valentijn. Nou, ik ben een jongen. Oh. Oh, nee. Dat is de grootste blunder die ik ooit met Valentijn heb gemaakt. Het is het meest pijnlijke wat ik ooit heb gedaan bij je schooltour. Ja, dat vind ik gewoon, je hebt wel een doop kapsel dan voor een jongen. Maar ik heb gewoon heel snel... Ja, je lacht. Dus ik hoef me niet te verontschuldigen, denk ik. Ofwel, sorry. Oh, auw. En dan mag ik tromgeroffels en explosies voor nummer 1. Ik denk niet dat ik snel weer zoiets ongemakkelijks ga meemaken. Of zo'n grote blunder ga meemaken. Ik vroeg een meisje of dat ze Valentijn wilde zijn van een jongen. Tot dit gebeurde. Hi. Hallo. Hij komt naar me toe, ben je niet kortom? Dat klopt. En we doen vandaag al je niets kortom. Mevrouw. Kom eens. We filmen een video voor YouTube. Kom er maar bij staan. Spontaan. Gekke dingen doen in het leven. Lekker gek. Heb jij al een Valentijn? Nee. Heb jij al een Valentijn? Nee. Jongens, denken jullie thuis wat ik denk? Kunnen jullie elkaars hand vasthouden voor de video? Ik kan dat niet, dat spijt me. Jullie Valentijn gaat dan nog niet heel goed zover? Nou ja, ik vier nooit Valentijn, dus... Nee, maar totdat je een vriendje hebt. Ik wist niet eens dat het vandaag was. Oh, wauw. En jij? Wist jij wel dat het vandaag was? Wauw. Komt goed. Oké. Hoe ongemakkelijk was het? Kijk, je hebt zeg maar, als je Fortnite speelt, heb je een no-scope kill. En dan heb je die stilte daarna, maar dan als je 3 plus 8 doet, is het niet 11. Ja. Ik heb trouwens 24 uur doorgebracht met een paar van deze meest bijzondere schooltoertypes. Dus klik nu zeker door naar een van die video's, want dat is misschien nog wel beter dan schooltoer zelf. Abonneer, like, bedankt voor het kijken en doei!